no, boku nunca. We gaan het over hebben over verkeer. En nu zijn twee dames. Vindt u ook dat het veranderd moet worden? Misschien de auto's wat minder hard rijden? Ja, veilig voor kinderen om te spelen. Nou, niet hier op de straat, maar er zijn wel leuke speeltuintjes in de buurt. Nu zijn we bij de kinderopvang, bij de Waterling. En nu gaan we de juffrouw interviewen. Hallo, hoe heet u? Ik heet Brigitte. Wat vindt u van deze wijk? Ik vind het, ja, multiculturele wijk vind ik wel leuk. Maar de veiligheid is niet zo. Het is niet zo veilig. Waarom? Omdat die auto's rijden zo hard. En ze kijken nooit, ook sta je bij de zebrapad, ze kijken nooit. Ze willen gewoon doorrijden. Ja, een paar jaar terug is een jongen op de Hudsonstraat ook overleden aan een aanrijding door een auto. Maar dat is 4 jaar terug. En nu, van de week was ook op de Delfshaven, was er ook iets gebeurd, 2 auto's tegen elkaar. En een paar jaar terug, hier bij deze Spanjaardstraat, was ook iemand overleden, een kind van 2 jaar. Een keer met de voetgangersoversteekplaats en zou ik hier niet staan, dan zouden de mensen misschien wel een keertje proberen een lefje te pakken om toch door te rijden bij een voetgangersoversteekplaats. En dat gebeurt nou niet omdat ik hier sta. Is er heel veel ongeluk gebeurd? Er zijn hier in het verleden zijn er aardig wat ongelukken gebeurd. Vandaar dat de kruising is aangepast en dat we ook regelmatig hier vaste post hebben. Heeft u iets tegen gemeente gezegd of iets? Nee, niet echt. Maar hebben ze iets van gedaan? Niet echt. Ja, er zijn geen drempels. En ze rijden nog steeds te hard. Family, family.